Het is begin maart en ik ben in Oudebosch op de camperplaats Het Oude Bosse Veld. In Oudebosch. En ja, het heeft de hele nacht geregend. Het was verschrikkelijk. Het is ook heel drassig hier. En eigenlijk is het natuurlijk helemaal niet leuk dat ik nu die camperplaats laat zien zoals die nu is. Maar ja, ik was hier gisteravond omdat ik hier een opdracht had. Ik heb bij een bedrijf een communicatietraining gegeven. En vandaar dat ik hier sta, want ja, anders kom je hier met dit weer natuurlijk ook niet. Maar ik laat het toch even zien. Ik ben niet op de plaats gegaan, omdat het zo drassig was. Ik heb me hier laten staan. En je ziet, dat is bevestigd. En ja, ik laat even de plaats zien. Ik weet niet hoe vaak ik hier kom. Ik kom hier waarschijnlijk alleen maar als ik opdrachten heb in deze regio. Nou, hier kun je dus je water kwijt. Dan heb je, hier heb je drinkwater. En precies daarnaast heb je een toilet. Zie je? Ik doe nog even een rondje. In de tekst lees je straks hoeveel plaatsen hier zijn. En ik laat je nog even het sanitair zien. Daar loop ik even naartoe. Volgens mij is dat ook een camperopslag, want dit is blijkbaar een boerderij geweest. Daarachter is een lang gebouw. En ik heb gisteren van binnen gezien dat er allemaal campers staan in de opslag. Dus ik ga even hierin. Ja, zie je. Kijk, daar staan allemaal caravans in de opslag en waarschijnlijk ook campers. En dit, hier liggen wat folders en wat fietsroutes. Oh ja, ze zijn aangesloten bij ons. Dat is die organisatie van camperplaatsen. En je ziet, je hebt hier in die, volgens mij is dat een soort container wat hier staat, heb je een toilet. En hier heb je een douche. Het is allemaal in de prijs van €15 inbegrepen. En hier hangt de kaart van al die camperplaatsen van bij ons. Oké, dat is het een beetje wat ik over deze plaats kan vertellen. En ik ga nu weer verder naar de volgende plaats. Ik heb mijn volgende opdracht in Breda en daar ga ik naartoe. En dit zijn de eigenaren die hier staan. Zo, ik heb jullie plaats even gefilmd. Ik heb even laten zien. Ja, het is jammer dat het zo drassig is, maar kunnen we niks aan doen. En daardoor is het natuurlijk ook niet zo druk hier. Maar het is een leuke plaats, moet ik zeggen. En je kunt hier fantastisch fietsen. Oké, dat was het weer, beste mensen. En tot de volgende keer. Tot ziens. Tadaa.